Mooi initiatief. Ja, daar ben ik nog steeds trots op. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Zes jaar lang penningmeester geweest van de kinderboerderij, waar heel veel tijd in gestopt. En op een gegeven moment was het genoeg, was het op. Ben dus in augustus gestopt, we hebben een nieuwe penningmeester gevonden. En toen had ik wat tijd over en ik denk van nou, kinderboerderij is altijd toch een groot deel van mijn vrije tijd geweest. Ik ga daar een fotopresentatie van maken. Nou, die draait nu op de televisie. En ik hoop dat er een hoop mensen geïnspireerd worden en zeggen van nou, we gaan ook een keer bij de kinderboerderij op bezoek. Mooi initiatief. Ja, daar ben ik nog steeds trots op. Bij een kinderboerderij denkt iedereen aan schaapjes en geitjes en konijntjes die je kunt aaien. Aan opa's en oma's die met hun kleinkinderen hier komen. Dat is onze core business. We hebben 7 dagen in de week zijn wij open. Maar behalve dat wij een kinderboerderij zijn waar opa's en oma's met hun kleine kinderen kunnen komen, zijn wij ook eigenlijk meer een maatschappelijke voorziening geworden de laatste jaren. Dus het woord kinderboerderij dekt de lading niet meer van wat het nu is? Zoals het de laatste jaren is gewijzigd, is het veranderd. Zijn we veel meer een voorziening geworden voor mensen in Bokstel met beperkingen en zonder beperkingen. Mensen die toch wat vereenzamend zijn. En daarvoor bieden wij een plek en een ontmoetingsplaats. Ik las laatst de krant. Ja. En dan heeft ook de kinderboerderij in Boksel problemen. Nou, dat is het. Kijk, ik zal even beginnen met, we hebben geen problemen met het aantal vrijwilligers. Had je wel? We hebben eigenlijk nauwelijks gehad. Het aantal vrijwilligers wat er is voor de dierverzorging, voor de bemensing van de huiskamer, voor de ontmoetingsplek, daar hebben we meer dan genoeg. Maar waar we wel een probleem mee hebben, dat zijn de inkomsten. Geld. Geld. Dames, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn aan het filteren. En daar verkopen we hier in het winkeltje. De gefilterde producten verkopen we hier in het winkeltje voor de kinderboerderij. Die zijn we nu aan het maken. Ja, maar is dat niet een beetje gevaarlijk, dat ding? Nee, daar zitten lichtjes in, kerstlichtjes. Maar als er echt een vlam in zit dan? Dat maakt niet uit. Vaak doen wij daar thuis een lichtje, een vaccinelichtje in. Want wol, zei u? Wol brandt niet vlug, hè? Dus brandwerend. Oké. Ja. Maar ik zou zeggen, je bent bezig met een pizza of zo? Ja, zoiets, hè? Dan lijkt het wel, hè? Maar het wordt dus dat lampje. Daarna bollen we het op met een ballon erin die we opblazen. En dan wordt het dat lampje. En we hopen dat er veel verkocht wordt. Ja, want zo snijdt het mes aan twee kanten. U komt lekker gezellig bij elkaar. Ja, en we maken dingetjes voor het goede doel, hè? Ja. In dit geval de kinderboerderij. Want die moet blijven. Ja, precies. Toch? Ja, hier zijn te veel leuke activiteiten voor mensen, dus ja. Ja, kinderboerderij moet blijven, uiteraard. Toch? Omdat we natuurlijk de kosten zo sterk gestegen zijn, hopen wij dat de gemeente bereid is om ook dus in de subsidie mee te gaan met die kostenontwikkeling. Ja, maar stel dat gebeurt niet. De gemeente zegt, hey, dit krijg je, we houden het hierbij. Dat wat dan? Noemen we dan het slechtste scenario. Als dat zo zou zijn, dan is er voor de kinderboerderij geen toekomst meer. Dat betekent dat de kinderboerderij mogelijk zou kunnen verdwijnen. Dat zegt u nu. Ik sluit dat niet uit, want wij zijn zelf niet in staat
om al die meerkosten van de laatste jaren om die op te brengen. Wij verkopen eieren, we verkopen een bakje koffie, we hebben een potje honing. En dat is prima, daar kunnen we een klein beetje extra inkomsten van verwerven. Maar de kostenstijging van de laatste jaren lukt niet. En we hebben echt de hulp van de gemeente nodig. Wilt u iets tegen de gemeente zeggen op camera? Laat ons niet in de steek. We hebben een zeer vitale groep vrijwilligers en medewerkers die de kinderboerderij een heel warm hart toedragen. Daar zijn we blij om, maar zonder geld redden we het niet meer. Dus gemeente, hou de kinderboerderij in stand. Niet alleen voor ons, maar voor heel de gemeenschap van Bokstel.